Ruben van der Meer en Daalberg! Zo, heren. Hartstikke leuk. Leuk dat jullie zijn. Eerste aflevering Grote Improvisatie afgelopen weekend op televisie. Dat klopt. Klasse. Ja. En dat betekent iets daarvoor in het theater? Theater gaat maar door. We gaan het hele jaar door het theater in. In het najaarsserie, in het voorjaarsserie. En we hebben deze reeks voor tv in december opgenomen. Maar jullie gaan iedere keer gewoon naar een ander theater om dat programma op te nemen, toch? Nee. Wat er op tv te zien is, dat nemen we in één studio op. En we gaan tussendoor het hele land door om overal lam te worden, basically. En een beetje te improviseren. Ja, alleen die show moet eerst even gedaan worden. Ja, precies, ja. Nee, ik vind het wel heel interessant maken. Nee. Dus noem een stad en dan weten wij waar je daar echt goed uit kan gaan. Maar wat zijn de verschillen tussen wat jullie op televisie doen en in het theater? Noem een stad en heerlijk. Groningen. Groningen kan je naar de Enzo. Enzo. Heerlijk, als je in Heerlijk bent, dan weet je waar je dan naartoe moet? Naar Maastricht. Warmerveer. Warmerveer, dan moet je... Ja, wel lekker naar huis. Warmerveer, dan haal je is geen stad, toch? Oké, goed. Sorry, het verschil tussen theater... Tussen de theatershow en de tv-show. Nou, kijk, in de tv wordt alles wel een beetje fijn geslepen. Want mensen zitten thuis op de bank aan de chips te knabbelen aan elkaar. En die zijn gewoon sneller weg in hun hoofd. Dus het is wat meer fijn gesneden en alle oneffenheidjes zijn eruit gepoetst. En we hebben Vrouwtje de Bot die alles nog eens vakkundig uitlegt voor de kijkers die het toch nog niet begrijpen. Is het nou lastig, en jullie hadden het net al eventjes over, voor de reclame zeiden jullie voor de grap al van joh, we gaan het zo hebben over alle gebeurtenissen in de wereld. Maar ik kan me wel voorstellen dat als veel narigheid in de wereld gebeurt, dat het niet altijd even makkelijk is om grappig te zijn. Nou, kijk, je doelt natuurlijk op wat er in Parijs is gebeurd. Parijs, dat duurt gewoon even. Daar kun je gewoon niet onmiddellijk... En dan moet je ook niet onmiddellijk iets leuks op. Nee, maar niet per se daarover. Maar ik kan me ook voorstellen dat je gewoon soms niet in de mood bent. Dat jullie daar dan... Weet je wel, zeker als je hebt het nieuws zitten kijken. Dat raakt je waarschijnlijk. Ja. En daarom lees ik geen kranten. Ja. Is dat echt zo? Ik heb er altijd zin in. Maar is dat echt zo? Ruben ligt altijd te slapen vlak voor de show. Die kan 5 minuten voor aanvang wakker worden. En die heeft geen idee wat er gebeurd is. Laatst hebben we hem, en toen was hij echt met stomheid geslagen, dat hele 11 september verhaal uitgelegd. Want hij zat te zoeken, ja, ik heb een trailer gezien van een hele heftige film. Wist hij allemaal niet. Maar ik moet zeggen, hoe erg het ook is in de wereld, het is vaak heel erg. Je bent blij dat het doek opgaat en dat iedereen in de zaal zit en denkt, weet je wat, we gaan het even allemaal weglachen. En juist als het niet zo lekker met je gaat, is dat wel iets waar je behoefte aan hebt. En het is toch altijd erg in de wereld? Het is altijd erg geweest. Het is alleen, nu weten we het allemaal. Van alles, direct. Het is nu op internet. Iedereen loopt overal te filmen over de hele wereld en dan komt het bij je. Het ergste komt gelijk bij je. Dus met andere woorden, uiteindelijk maakt het helemaal niet zoveel verschil. Of er nou iets heel ergs gebeurd is, of dat gewoon de normale stroom van rotzooi doorgaat. Nou, ik denk als het leven heel vlak is, dat er nooit echt iets gebeurt, dat het dan met humor ook snel gedaan is. Humor is juist een vrucht van verdriet en bitterheid. Zijn jullie lang bezig om zo'n uitzending, broer, je zegt net zelf al, er wordt veel gesneden, er wordt veel geknipt. Ten opzichte van wat er daadwerkelijk wordt uitgezonden, hoeveel grappen missen wij als we naar de tv-uitzending zitten te kijken? Nou, bijna alles van Wilco halen we er wel. en dat schenken we een goed doel. Maar ja, het is niet zozeer dat de grappen die niet goed vallen eruit gaan, maar sommige grappen zijn gewoon te hard voor tv. Ja, echt wel? Ja. Ik denk een beetje... Je kan op de radio wel vieze kuthoer zeggen. Ja. Weet je bek, vieze kuthoer. Wat een stampje in je kut. Geen probleem. Je weet vorige keer dat ik hier was. dat op tv kan dat niet op een zaterdagavond. En het is toch wel eens functioneel grof. Want nu zei ik natuurlijk vieze kuthoer zonder enige context. Ja, zo makkelijk. Ik probeer dan even terug te gaan. Wat was echt te grof voor tv? Wat is er uitgesneden waar jullie toch wel van hadden? Het zal ongetwijfeld iets met HIF te maken hebben. Alles. Met HIF en Onno Hoes. Maar of het met elkaar te maken had, dat weet ik niet. Het waren gewoon twee parallel lopende onderwerpen. Er zijn ook onderwerpen natuurlijk die met de islam te maken hebben gehad opgenomen in december.
En toen... Ja. Toen lachten we er nog om. Toen kon het allemaal. Ja, tragische gebeurtenissen in Parijs gebeurden. Toen is er wel even gekeken van zit er iets tussen wat we nu even moeten wegpoetsen. Jullie werken natuurlijk al hartstikke lang samen. En nou heb ik in het verleden heb ik jullie ook wel eens over improviseren horen praten. Toen zeiden jullie ja, het is een beetje lastig. Want de een begint ergens mee en de ander kan er dan of op inhaken. Of het helemaal aan de kant schuiven en erop stampen. En gewoon weer een totaal andere richting opgaan. Ja, maar dat is niet goed. Dus nee? als Ruben bij mij langskomt, ik ben een groentewinkel. Hè? Ruben, je komt bij mij in de groentewinkel. Kom eens. Nee. Oh, ik zat even naar dat filmpje. Kom gewoon in de groentewinkel. Goeiedag. Goeiedag, groenteman. We zijn gesloten. Oh, maar hoezo staat de deur dan open? Hoezo kom ik dan nog binnen? Nou, dat is helemaal niet de bedoeling, dus je moet nu naar buiten, want we zijn gesloten. Nou, geef me in ieder geval een kilootje peren. Nee, heb ik niet. Dat ze liggen daar. Dat zijn geen peren. Nou ja, de tyfus daarvoor. Ja, einde scène. Dat komt het niet op. Het komt niet verder. Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat er gewoon avonden zijn. Dat bijvoorbeeld, Ruben, dat jij iets voorzet. Jij hebt een bepaald ding in je hoofd en hij gaat daar totaal niet in mee. Nee, zeker. Sterker nog, dan draait hij het om. Nou, dan draait hij het om. Jij bent de omdraaier. Het zijn wel dingen die op een avond, er staat die bijvoorbeeld in de deuropening van mijn hotelkamer. Wat? Hier zit een verhaal achter. Met een dwerg en een bouvier. En dan ga ik er niet in mee en die krijg ik dan. Je gaat ook nergens in mee. Ik zie pas later, ik zeg, die clownsneus. Waar is die? Bij die bouvier. Nee, bij jou. Oh, bij mij. Op je lul. Ja. Ja, nee, maar, dat vond ik grappig. Ruben, de vraag was eigenlijk inderdaad gunnen jullie elkaar altijd de lach? Of is er ook wel eens een moment dat je denkt van, ja joh, weet je wat, krijg nou maar even de thee. Ik heb nou zelf iets. Ik kaap het even bij hem weg. Maar dat is altijd slecht. Als je kijkt je elkaar aan en begint tegelijkertijd, denk je, ja, nu heeft het sowieso geen zin. Dus je moet het elkaar gunnen. En, dat gaat als altijd het goed? Als je die doet, dan wint niemand. Nee. Dan loopt die hele scène stroef. Komt niet meer op gang. En dan kun je eigenlijk al na een minuut denken, oh, kunnen we hiermee stoppen nu met deze scène? En dan wil je eigenlijk dat hij zo snel mogelijk afgezoomd wordt. Hoe gaat het bij de evaluatie dan? Want je bent toch maar wordt er niet geëvalueerd? Of is dat gewoon bier drinken, kut roepen, weet ik veel? Ja, er wordt wel geëvalueerd. Nou, er wordt wel eens echt gekrijsd in de bus terug. Vooral door jou. Nou ja, krijsen is overdreven, maar ik schreeuw wel heel hard. Ik was echt gevloekt over dingen die misgaan. Maar ja, we proberen te evolueren wel. Ieder spelletje, er zit altijd wel iets in wat... net als bij voetbalwedstrijden, is een bal verkeerd ingespeeld of is niet goed opgelet. Als iemand, ik noem geen namen, Wilco. Maar als je dan een scène al speelt en hij moet gewoon inspringen. Ja. En hij noemt mij bij de verkeerde naam. Dan heeft hij dus al de hele tijd niet opgelet blijkbaar. Ja, dat is gewoon zo kut. Dan ben je een hele leuke scène aan het doen. Dan kom je erbij. En dan is gewoon iedereen in de war. En daar pak je hem dan achteraf wel op? Zeg maar, nee, Wilco meteen op dat moment. Op het podium. Op dat moment kan hij me krijgen. Ik heb Wilco wel eens in zijn ribben getrapt. op het podium, om mijn allerhardst. Als hij mee was geweest, was het dan, hadden jullie hem dan ook zo hard aangepakt? Of is het gewoon degene die niet mee wil naar die kutradio, die krijgt er van langs? Nee, maar als hij mee was geweest, had hij deze hele uitzending verstoord. Had hij, ja. En dan had u gezegd, we snappen het. En dan hadden jullie heel veel respect gehad voor het feit dat wij hem gewoon meenemen op tour en een tv-programma. Nee, maar waarom? Jullie lopen die man zo te kraken. Waarom is hij er door RTL bij gedwongen of zo? Het is een... Nee. Nou, ik kan nu wel zeggen, want het is opgenomen. Maar het is niet het gelukte broertje van Erik Haller. Nee, maar ze konden hem niet kwijt bij RTL Boulevard. Ze konden hem niet kwijt bij... ze hebben Goede Tijden geprobeerd, dat decorstuk. Maar het moet werken. Maar het is gek, want hij heeft dus geen down, maar hij heeft up. Dat is een hele andere soort ADHD. Maar toch een soort Mogol. Maar jullie krijgen geen subsidie voor hem of zo? Dus niet, Nou, daar zijn we mee bezig. Maar misschien moeten we een scheen hanteren. Met gepaste trots presenteert de avondblog. Oh, wacht. Nee. Ruben en Tijl. Ruben en Tijl Radio. Radio. Dit is Ruben en Tijl Radio. Hallo, live.
live. Dit is Ruben en Tel Radio. Ik ben de jingle. En naast mij zit Tel. En voice over. Radio zoals je radio nog niet ooit gekend hebt. Een nieuwe manier van radio die misschien wel 4 minuten het zal overleven. U kunt bellen. U kunt bellen? 090. Hou je kop. Ja, mensen moeten toch eerst weten wat voor type vragen ze moeten stellen? Zal ik het nummer eerst noemen? Oké, jij noemt het nummer, maar dan ga ik daarna zeggen. Dit duurt al te lang. Precies. 0909-3000-538. Als jij sekstips van Ruben van der Meer wilt. Dat vind ik laag, maar goed. Kom maar op. Hebben we een beller? Kunnen we een ander muziekje krijgen? Ik krijg bijna epilepsie, man. Yo! Hey! Yo. Hoe is het? Hoe heet jij? Ik met z'n allen. Joris Prinsen. Je moet even je radio wat zachter zetten. Misha Evert. Hallo? Je moet je radio wat zachter zetten. Ja, staat hij nu. Met wie hebben we de eer? Nou, zouden wij I Wanna Be Happy horen. Weet sowieso de heer met Misha Evert, Jordi de Jager. Oké. Okay. Doe je beugel uit. Ja. Neem een inburingscursus en bel zo snel mogelijk terug. Dankjewel. Ja, dankjewel. De volgende beller. Volgende beller. Hallo. Hallo. Met wie spreken we? Met Daan. Stop in je holle banaan. Bam. Volgende beller. We hebben nog geen volgende beller. Daan nog niet ophangen. Haal die banaan er nog even uit. Daan. Nummer. Jullie nemen ons in de zeik, hè? Ja, nee, 0909-3000-538 heb jij gebeld. Wat is het beste standje voor vanavond? Kijk jij ervan, Ruben? Ja, sowieso 69. Maar, of... de reverse titty fuck. De reverse titty fuck. Ja, die moet je even onthouden. De reverse titty fuck. Dan zit je namelijk met je kont op haar gezicht. Echt? Dan zeg je, steek je tong eens uit. En dan doe je de reverse titty fuck. Oh. Ja, het is waanzinnig. Dit was zo'n slecht idee. Ja, we hebben nog een beller. Daan, geniet ervan. Daan, 12 jaar oud uit Purmerend. Dankjewel. Oké. Volgende beller. Goedenavond. Hallo. We spreken met... Met Rick. Hoe oud ben jij, Rick? 24. En waar kom je vandaan? Rotterdam. En heb je een relatie op het moment? Jazeker. Of is de Rick er een beetje uit? hij wil niet omhoog gaan vandaag. Hoe heet je vriend? Mijn vriend. Niet mijn vriend, mijn buurman. Oké. Je hebt een relatie met je buurman. Je hebt een relatie met je buurman? Ja, en je tel. Oh, wat ongelooflijk. Diep is je buurman belt wel. Wat gênant. Ik woon niet eens echt daar. Ik kom vaak op bezoek bij mijn tante. Ben jij die ene met die baard waar altijd de stuk ertessoep in hangen? Ja, precies. Rick, wat is jouw vraag? Nou, hij gaat niet omhoog. Heb je de lift wel eens genomen? Dan gaat hij sowieso omhoog. Rick, dankjewel voor bellen. Graag gedaan, fijne avond. Dag, Rick. Nee. Die is niet goed, hoor. Nee, Rick is niet Ik ga ook niet meer nu naar Rotterdam. Want Rick, de slappe pik. Doe ze hem ook. Hallo. Hey, vrouw. We hebben hier te maken met... Met Denise. Dag, Denise. Hoe oud ben je, Denise? Ik ben 28. Oké. Okay. Oh. En Denise... Ik ben nu al gehaald. Nee. Denise, wat is jouw vraag? Nou, als we het toch over seks gaan hebben en zo. Ja. Mm-hmm. Ja. Ik heb jaren een vriendje en ik ben sinds vorig jaar getrouwd. Ja, met een vriend erbij. Ja. Ja, ook nog erbij. Nou, nee, niet erbij. Ja. En nou hebben wij de laatste tijd wat minder seks, want we zijn allebei nog wel eens wat moe. Ja, en een beetje lui daarin toch wel. Hoe komen jullie daarin dan toch weer... Ja, wat doen jullie dan? En hoe vaak, wat is minder? 1 keer per? Nou, 3 keer per week nog steeds. Oké. Is het niet een idee dat hij gewoon stil. Als hij thuis komt, ja. Dat hij gewoon zijn lul uit zijn broek hangt, in ieder geval. Dat hij wat meer aanwezig is, gewoon. Nou, ik weet niet of jouw vriendinnen dan bovenop springt, maar dan word ik niet zo... Nee, maar kijk, dan is hij aanwezig. Of hij trekt gewoon zijn broek uit. Dan ben je al halverwege, bedoel je. Wat is er in de tussentijd gebeurd?
Nee, maar gewoon trek allebei je broek alvast uit. En dan, als je dan even achterlangs in de keuken gaat, dan is er al dat lichamelijk contact. Weet je wat ik vind, Denise? Als je 3 keer per week nog doet, dan moet je gewoon lekker je mond houden. Dat is boven gemiddeld. Is dat boven? Is dat echt? Ja. Ik weet niet wat voor type week jij hebt. Of is het 3 keer achter elkaar en dan is het er gewoon de hele week niet meer? Nou is het wel weinig met die Dakar op tv, hè? Niemand heeft het verstaan. Oké. Met die Dakar op tv. Dus hij kijkt naar Parijs-Dakar. Ja, inderdaad. Oké. Ja. Nou, dan ga lekker de stad in. Ik in mijn eentje? Ja, nee, ja, dat doe ik niet. Dan vind je vanzelf iets anders. Precies. Hij zit toch naar Dakar te kijken. Second love, zegt ze, hè? Nou, Second Denise, love. In ieder geval, maar bedankt voor je telefoontje. Wat hebben we weer veel mensen geholpen, hè? Ja, mooi, hè? Ja, super. Heel veel plezier nog. Ik vond hem wel een carrière aankomen. Ja, als we een keer op vakantie gaan, dan bellen we jullie, mannen. Wat verdienen jullie? Wat verdient het? Ik denk minder dan de televisie. Als je het voor het geld wil doen, dan moet je lekker bij de tv blijven, denk ik. Jullie pakken minder dan 3 ton? Ja. Jezus. Mannen, mogen jullie ontzettend bedanken dat jullie bij ons in de studio wilden komen. En ook nog eens zo sportief waren om Nederland te woord te staan. De grote improvisatieshow is 10 over 10 weer te zien op RTL 4. En nog één keer een heel groot studioapplaus voor Ruben van der Meer en Tel Becker. De avondploeg.